BNP Paribas Fortis stelt voor. Jawel, dat is de prijs. Je wilt daar eigenlijk niet. Je droomt daar eigenlijk vanaf de eerste dag dat je filmstudent zit, of beter wanneer dat je daarvan hoort, van dat bestaan. Wil je dat eigenlijk, maar je durft daar. Ja, je durft daar niet van dromen, maar je droomt daar wel van. Omdat dat gewoon een zekerheid biedt om iets te maken nadat je afgestudeerd bent. En die zekerheid heb ik niet. Ik denk wel, er zijn er nog die dat niet hebben gehad en die daar ook in slagen. En die moeten gewoon dan dat dossier en al doen. Dus als je dat niet wint, is dat niet het einde van de wereld. Dan moet je gewoon meer je best doen, eigenlijk. Maar dus dat je dat dan hebt, dat idee van dus, dat ik die volgende film kan maken, dat ik daar morgen aan kan beginnen eigenlijk, dat heeft een enorme vrijheid. Hè. En ook een beetje euforie op dit moment. Zeker nu heb je een generatie wildcards die aan langspelers werkt. En dus de wildcard, dat label, dat wordt ook wat meer prestigieuzer ofzo. De 5 jaar geleden. Ja, dan had je dat Dylan Bilal niet en had er op een prompt niet. Dus nu zo naar mijn vrienden die niets van film kennen, als je dat zegt en je duidt dat een beetje, zijn die wel zo. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.